Dat Nederland van soap houdt mag na twee films en een serie wel duidelijk zijn. En fans van de Bridget Jones van Nederland moeten het heel eventjes zonder doen. Maar achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het tweede seizoen. Ziet er goed uit, schat. We kunnen maar geen genoeg krijgen van Soof. En dus wordt er hard gewerkt aan nieuwe avonturen voor de gezellige, maar klunzige kok. Soof die ontdekt de wereld van de televisie. Die krijgt een eigen kookprogramma. Nou, ik ben de Soof. En dit is de kooksoof. En ik ook. Goed. Of... Ze wordt ook een beetje verliefd, wederom. Ja, het is natuurlijk toch een heel licht ontvlambaar type, hè, die Soof. Dat vlammetje zal in het nieuwe seizoen aangewakkerd worden door niemand minder dan Robert de Hoog. Victor is een televisieproducent en wil een kookprogramma met Soof gaan maken. En dat gaan ze samen opzetten. En of dat een succes wordt of niet, dat moet nog blijken. Maar daar begint in ieder geval hun eerste ontmoeting mee. Ook in het nieuwe seizoen wordt er heel wat afgebakken en gebraden. En als er dan wat overblijft op de set, ja, dan is de verleiding natuurlijk groot. Ik heb nu een halve dag niks gegeten wat Soof heeft gemaakt. Maar normaal, ik probeer zelf namelijk wat minder te eten, want ik stop zelf ook alles in mijn giecheltje. Ik weet ook niet of dat toeval is. Maar dat probeer ik nu maar even wat minder te doen. Net als Soof heeft Lies ook een gezinnetje thuis. Maar haar zoons staan niet altijd even hard te springen om de scènes van hun moeder. Ja, als maar niks met seks of liefde te maken, vinden ze het allemaal prima. Of gênante dingen. Dat vindt mijn oudste zoon met name echt verschrikkelijk. Ik denk wel eens bij mezelf, bij mij thuis, denk ik wel eens, god, het is eigenlijk, zou heel goed zijn voor het script. Heel vaak eigenlijk, dingen met kinderen. Ja, ik denk dat iedereen zich er wel in herkent. Heel vaak. Hey, heerlijk, nu al zin in het nieuwe seizoen van Soof zou eind dit jaar te zien zijn op Videoland. Les heb je gedaan, hè? Ja, nou, we gaan gewoon een lekker beetje vooruitblikken, dacht ik. Ja. Want de zomer staat voor de deur, dus dat betekent dat er weer heel veel nieuwe films en series worden opgenomen. Waaronder ook het tweede seizoen van de serie Soof. Mm. Nou, voordat het seizoen 1 werd uitgezonden, werd meteen al aangekondigd dat er een seizoen 2 zou komen. Nou, ja. Dat zijn ze dus nu aan het draaien. Ik mocht al een kijkje nemen op de set en ik kan jullie al nu al mededelen dat het ongelofelijke leuke serie gaat worden. Heerlijk. Heel veel vertrouwde gezichten, maar ook een paar nieuwe gezichten. En Lies Vissendijk die heeft al het een en het ander verklapt over de nieuwe serie. Kijk maar. Oké. Okay. Ik weet niet of ik mag verklappen, maar ik doe het gewoon. En die staat ineens voor de deur. Het mag, het mag. Het mag, oké. Okay. We hebben een scoop. Mijn vader die komt. Je vader? Ja. Ja, mijn vader die is er. Met een hele grote, hele oude Mercedes camper met allemaal Indiaanse beelden erin. En dat is een ja, maar die hebben we dus nog niet gezien in de serie. Lekker oude hippie is het. Die ook wel van een jointje lekker vindt. Dus Soof zit heel veel borreltjes te drinken naast de vader en die zit dan te blowen in die camper. Die staat hier op het erf. Ja, wij mogen in onze handjes knijpen met Bert Luppes. Ja. Dat vind ik echt geweldig. Dat is een grote held van mij. Dus ik denk dat... Oh ja, en jij had hem aangedragen dan ook? Ja, zeker. En we zijn allemaal een beetje verliefd op Bert Luppes. Dus dat komt mooi uit. Dus dat was een heel unaniem situatie was dat. Ja, nou, Bert Luppes. Enig. Die gaan we zien in het volgende seizoen. Is een heel grote acteur, een heel grote, goede toneelacteur, ook toneelregisseur. Ja. Maar ook Robert de Hoog, die maakt zijn entree in de serie. Ach, wat, ja. Het is genoeg input voor nieuwe spannende verhaallijnen. Ja. Alleen, we moeten wel een tijdje nog op wachten, pas na de zomer op te zien. Binnen? Hallo. Ik dacht hallo. Hi. Hi. Dit is Loes. En ik ben Lies. En jij bent Lies. Ja, hey, ken Loes. Ik al. Is dit jouw hond? Nee, helaas niet. Maar misschien wordt ze dat wel. Nee hoor, nee. Het is wel een beetje kak weer, want we draaien heel veel dus buiten vandaag. Met een feest met een varken aan het spit. Weet je wel. Het is Ralf en Julie. Die zijn hier lekker aan het koken. Nou, hier is... hier is de kleding. Dit is allemaal Eddie's kledinghoek, dat speelt mijn vader. En dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk stiekem wil laten verdwijnen. Dit vind ik zelf een van de fijnste plekjes van de set. Dit is de wc van Soof. Dan zit ik wel eens met een kopje koffie even te wordviewen op de wc. En dan gaan we nu maar een beetje naar waar het echt allemaal gebeurt. De set. Nice. Ja, goed hè? Ja, te gek. Wat gaat er gebeuren met seizoen 2? Ja, dat bijvoorbeeld die hele mooie Mercedes camper die is van Eddie. Ja, wie is en Eddie? En dat blijkt mijn vader te zijn. Ja, dus jouw dus vader dat zet komt de boel nogal in de serie? Ja, en dat zet alles ondersteboven, zal ik maar zeggen. Oh, ik word zo fucking ontspannen van jullie! Je hebt een eigen programma, je eigen... Ik heb een eigen kookprogramma en dat wordt geproduceerd door een hele leuke televisieproducent, gespeeld door Robert de Hoog. En dan word ik wel heel erg verliefd. En Soof wordt echt een beetje een cougar. Gadverdamme. Jezus. Het
treedt binnen in het huis van Sof. Nice. Dit is Dick van de Toren. Wij zijn de hele tijd met z'n tweeën aan het praten over wat we... Maar dat snap ik. Hierachter zijn ze aan het draaien. Dat is de Koosoof. Oh, dit is de Koosoof. Kijk. De set. Ja, dit is het. Ja. Hier gebeurt het. En daar ligt het varken. En jij gaat je klaarmaken. Het valt me nog mee, het varken. Ik vind het minder eng dan het ja. Hé, hey Lies, onwijs bedankt dat heel je ons een dagje hebt. Heel graag gedaan. Ik vond het heel leuk dat jullie kwamen kijken. Nou, goed zo. En heel veel succes. Dank je wel. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei. Victor Mits gaat van een illusie naar de echte realiteit. De hocus pocus hunk tovert zichzelf om tot acteur in het nieuwe seizoen van Soof. Ik mag gelukkig mezelf spelen, want ik heb verder helemaal geen acteerervaring. Doe zelf niet zo kinderachtig, zeg. Kunnen we dit zo snel mogelijk oplossen? Ja, sorry. Ja. Soof die krijgt een kookprogramma. En Victor die wilde dan te gast bij zijn. En wij halen echt het bloed onder zijn nagels vandaan. Dus hij wordt helemaal getergd tot op het bot. Geen illusie lukt en dan gaat alles helemaal, communicatie gaat langs elkaar heen en het is één grote chaos. Nee, en zo laat zich ook niet echt van de beste kant zien, toch? Eigenlijk stront vervelend. Ja, het is echt een rommeltje. Krijgt Victor allemaal over zich heen.